Deze nieuwsuitzending is echt nieuws. Want vorige week donderdag heb ik een contract getekend. met de uitgeverij Boekscout uit Soest. En die gaan mijn eerste boek uitgeven. Yay! <laughs> en het is nu al een ruil in mijn familie. Ah, nou, dit was spannend, of niet? Ik ben 60. Ik schrijf al korte verhalen, sprookjes, gedichtjes, zongteksten vanaf mijn twintigste. Nu heb ik dan een boek geschreven. Dat was trouwens klaar in 2012, dus ook alweer zeven jaar terug. En ergens in de loop van dit jaar, weer eens in de zomer of zo. Toen dacht ik: kom, ik stuur het eens op naar een uitgeverij, kijken wat er gebeurt. Nou. En wie schetst mijn verbazing? Ik word gebeld door die uitgever en die zegt dan, we vinden je boek hartstikke tof. En kan je langskomen om erover te praten? Ja. ja, zei ik dus goed. Ik pak even mijn thee. Nou, zo ben ik nou vorige week woensdag ben ik daar geweest. Samen met mijn vriend Wim, Wim Kruidentuin. En daar gingen ze vertellen wat ze nou goed vonden aan het boek. Dat was echt alleen maar lovend. Nou, er zitten wat stijldingetjes, toestanden in. En, ja, en ze zeiden al: van, nou, jij hebt niet een corrector nodig. Dat kan je zelf al corrigeren. En ja, dat was het. Ja, en donderdag heb ik uh, dat hele dat contract wat ik toen meekreeg woensdag, dat heb ik donderdag op de post gedaan. En nu zit ik in de pijpleiding. En van waar nu die REL? Nou, die uitgever, het is BookScout is dat. En die werkt niet via de boekwinkel, maar die werkt via internet. Dus heel modern is dat. Hè? En. Dan willen ze van iedere auteur die dan gevraagd wordt om. waarmee ze dan verder in C willen gaan. van elke auteur wordt gevraagd dat hij 40 e-mailadressen aanlevert. voor mensen die uh, mogelijk geïnteresseerd zijn. Om een soort initiële markt te hebben voor mogelijke verkopen. Want ze werken niet via de boekwinkel. En ook om je even te ontzenuwen. Um, maar 20% van de boeken die gepubliceerd worden door de grote uitgeverijen... maar 20% belandt gemiddeld gesproken in de boekwinkel. 80% niet hoor. Dus dat wordt dan wel gemaakt, dat kan je dan wel ergens kopen. En in sommige boeken anders ligt het dan wel, maar het ligt zeker niet overal. En ja, hun zijn dan modern. En daarmee hebben ze natuurlijk ook de mogelijkheid om onbekende auteurs... Uh, een platform te bieden. En ik heb geen naamsbekendheid. dus uh. ah, dat is vandaar. Nou, dan moest ik die 40 e-mailadressen ophoesten. En. Ja, dat, uh, onder mijn vrienden kennen ze op Facebook. Uh, ik dacht, uh, binnen no time had ik uh, 10 adressen, er werden er 20 en zo. Ik heb er nu 44. Daar. Ja, dus ik ben over de limit. Ja. Huh? Maar nu komt de grap. Ik heb, ik heb niet zo'n grote familie. En ik heb mijn familie... Die heb ik ook een mail gestuurd. Met een groepsmailen En uitgelegd van... Nou, een boekje, lalalala. Een uitgever wil het uitgeven. En ik heb e-mailadressen nodig. Want ja, volgens dat contract... Ben ik dat verplicht om die aan te leveren. kom ik, heel strak gezegd... Als ik niet kom met die 40 adressen dan gaat het hele feest niet door. Nou ja, het is dus inmiddels al lang ben ik over de veertig heen... dus dat is geen punt meer. Maar dan nog, hè? het is toch niet niks... dat iemand in de familie... die heeft een boek geschreven en dat gaat uitkomen. Ja, dat staat nu al vast. Er moet nog wat gebeuren, maar ga er maar vanuit dat dat uh, gaat gebeuren. Eind februari uh, komt het uh, op de markt. 1 februari 2020. Het is nu begin december 2019. Ja, tof toch? Nou, en dan kreeg ik op die groepsmail aan mijn familie... kreeg ik gelijk, bijna gelijk, een reactie van... de jongste zus van mijn vader en haar dochter, allebei. En die, dat leverde mij onmiddellijk vier e-mailadressen op. Kijk, dat tikt aan, hè? Toen had ik er nog geen 40, dus uh, ik was hartstikke blij mee. Maar voor de rest, uh, oh, wacht even. En uh, nog iemand dat is de oudste broer van mijn moeder. Die reageerde ook. Nou, hartstikke leuk. Maar de rest, helemaal niks, hè. Dus uh, bel ik gisteravond bel ik uh, de zus van mijn oudste de zus van mijn vader op. Mijn vader is overleden. Ik bel zijn oudste zus op en die zei: Oh ja, je belt zeker over die mail, hè? Ik zei ja, ik, zeg, ik heb er niks voor je gehoord. Ja, zei ze. Ik, uh, ik weet het ook niet of ik dat wel zo'n fijn idee vind. Dat jij dat boek gaat publiceren. <laughs> Wat een hel, hè? Nou, en waar gaat het nou om? Nou, ik heb in 1998 een vrouw ontmoet. Toen ik net in de steek was gelaten door een vrouw waar ik tien jaar lang mij het vuur vooruit te sloffen heb gelopen. Een vrouw die geen sodemieter deed in huis. Die de Godganse tijd last had van aanstaande depressies. Vooral als ze naar de kapper was geweest, dan was ze echt wel twee, drie dagen stikzag en want ze was altijd slecht geknipt. De kapster had het altijd verprutst. Uh, oh, 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 oh. En ja, koken, dat heeft ze in tien jaar heeft ze dat misschien twee keer gedaan. En dat was twee keer hetzelfde, namelijk uh, een Dat Is niet zo moeilijk hoor, te maken. Nou, dat is een vrij simpel uitleg. Ik zou het niet maken, het is echt niet lekker. Maar het komt erop neer, je doet een laag aardappelen in een ovenschotel. Daar gaat een laag prij overheen, daar gaat een laag kaas overheen. En dan begin je weer met aardappelen en dan gaat een laag prei en dan doe je een laag kaas. En dan doe je drie keer stapelen. Dus je hebt drie keer een laag aardappelen, drie keer een laag prij en drie keer een laag kaas. Je eindigt met kaas bovenop, dat is ook belangrijk om, om te denken. En het hele handeltje dat doe je in de oven. Voor nou, heel lang. Drie kwartier of zo. Net zolang dat die aardappelen gaar zijn. En dan is de hele boel klaar. Die prei die wordt hartstikke pruttig. Het, het smaakt echt helemaal nergens naar. Maar het vult wel. Nou, Dat heeft ze twee keer gemaakt. Want dat is lekker weinig werk. Want dan koop je voorgesneden prei. Je koopt voorgesneden aardappelen. Van die geschilde aardappelen in, in plakjes. En... Nou, die zijn al voorgekookt trouwens. Nou ja, en kaas. Uh, hè? Dat is niet zo moeilijk. Ik koop een pond geraspte kaas voor drie personen. Nog vegetarisch ook. Nou, die had me in de steek gelaten voor een andere kerel. Nou, die vrouw daarvoor, dat heb ik ook een hele tijd, zo'n beetje mijn hele studietijd was dat mijn vriendin en die ging mij in de rond te commanderen en me uh, domineren. Die dacht ook even te kunnen bepalen wie er wel bij mij op bezoek mocht komen en wie niet. Terwijl we niet eens samen woonden. Ik had een eigen kamer en zij ook. Maar dan wilde zij bij mij op de kamer komen om tv te kijken of zo. Want zij had geen tv. En ik wel. En dan vond ze het dan leuk. En dan zei ik, nou ja, vanavond komt Kees. En dan keek ze mij zo aan en zei ze, Kees. Maar ik vind Kees helemaal niet aardig meer. Ik vond hem vroeger wel aardig, maar nou niet meer. Kom Kees, nou zeg. En dan ging ze zitten mokken. En dan kwam Kees uiteindelijk En dan kwam klop, klop, daar ben ik. En dan stond ze op en de je en Liep ze weg. Nou, dan ga ik weg. Dag. Ja, dat is geen leuk begin voor mijn avond met Kees. En met Kees dat was dat mijn programmeurvriendje. Daar ging ik lekker mee uh... ja, programmeren. En daar is zijn al aan. Want dan was ik namelijk bezig met mijn vriendje en dan was ik niet bezig met haar. Ja, die relatie heb ik beëindigd. Ik was het beu. Puur beu. Als ik geen tijd had voor haar, terwijl ze wel tijd wilde, en dan werd ze zaggerijnig en boos. Dat was iemand die ik bezig moet houden. Die al een heel ledig bestaan had en die kon zichzelf niet bezighouden. Nu ik er ook terug... kijk, ik had een hele grote vriendenkring. Hey, ik had Kees, ik had Fulko, ik had Thij, ik had Gert, ik had Hans. Ik kan hem wel even doorgaan. Nog wel 10, 20 vrienden, man. En zij had wel geteld één vriendin. Dat was het. En ja, we studeerden in Wageningen. En ja, in Wageningen daar was toch 40% van de studenten was vrouw. Dus je gaat mij niet vertellen dat het helemaal geen vrouwen waren. Want ze hadden helemaal geen vriendinnen. Typisch hè? Nou, en die vrouw die ik daarvoor had, daar heb ik ook een hele tijd mee uh, gedate. Je had een ontzettend leuke moeder. En uh, die ging vreemd. Dus uh, twee vrouwen, die gingen vreemd. Want die, die laatste, die ging dus ook vreemd. Die uh, dumpte mij dus voor een andere man. Twee gingen vreemd en die ene die domineerde mij in de ronde. Ja, dat, dat, is, dat gaf mij niets. Nee, ik was inmiddels 38. Dan heb je niet het idee van, goh, wat is het toch leuk met vrouwen. Dat kan je je toch wel voorstellen. Dat ik niet positief ben over mijn relaties met vrouwen. Achteraf, denk ik, was ik er maar nooit aan begonnen. Het heeft mij niets dan valse beloften, een hoop schuldgevoel en een hoop ellende opgeleverd. Ja, maar de seks dan, die was toch wel geweldig? Hoe kom je erbij? Nou, af en toe was het leuk, dat je denkt, nou, dat was echt lekkere seks. Maar uh, vaak? Nee, ga jij gaat er weg. Hoe vaak ik wel niet seks heb gehad met die vrouwen, dat ze zaten te zeuren achteraf. Nou, zeg, noem je dat maar een keer seks? Nou, ik vond er helemaal niks aan. Heb je dat weer? Als ze we nog eisen stellen aan de kwaliteit van het neuken ook? En, en, en wat doen ze er zelf mee? Om de kwaliteit van de seks te verbeteren, doen er helemaal niks aan. Vrouwen, ja, ze zeggen dat er vrouwen zijn en die zijn wel leuk. Maar dat is, ja, hier zee. Dat is van horen zeggen, hoor ik dat. Een goede vriend van mij, die is getrouwd, die heeft twee kinderen met die vrouw. En ik vroeg laatst aan hem, hij wist het thuis? En hij zei, oh, breek me de bek niet open, man. Tegenwoordig, het is al maanden bezig, heeft ze iedere ochtend een ongelooflijk vervelend humeur. En elke ochtend begint met ongelooflijke scheldpartijen. Hij zei, ik ben blij als ik in de auto zit en ik ga naar mijn werk. Maar de volgende ochtend is het weer raak. Ja, leuk hè? Ik weet ook nog een keer dat ik was met hem, waren we waren weer bezig repeteren met de band. Niet zo lang geleden. En dan wordt hij, dan staan we nog een beetje te kletsen. voordat hij in de auto zou stappen om naar huis te gaan. En dan gaat zijn mobieltje af. Ja, hij neemt op, is het zijn vrouw. En dan hoor je dat, 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 dat. En hij zo, ja, ja. Wat ben ik nou weer vergeten? Snap je? Die, die vrouw, die, die man, die, die werkt zijn eigen drie keer in de ronde. Die heeft een baan waarvoor hij de helft van de tijd naar Duitsland moet. Die verdient een lekker centje. Die man, die heeft maar één hobby. En dat is zijn muziek. En dan heeft hij een avond met de band. En zelfs dan kan ze hem niet met rust laten. Zelfs dan moet ze hem bellen met een of andere zeurpartij over iets wat hij gedaan zou moeten hebben. Dan gaat ze hem ook gelijk bellen. Nee, ze kan niet even wachten tot hij thuis is. Dus kennelijk trek ik allemaal vervelende vrouwen aan. En trek ik ook mannen aan die vervelende vrouwen aantrekken. Want er zijn heus aardige, lieve vrouwen. Ja, ja. Nou, en hoe de, dan die vrouw die ik in 1998 tegenkwam. En ik kwam dus op mijn pad. Die had ik dan uh, in de kroeg. Uh, stapten ze op ons groepje af. En zo begon het. En die was wel geïnteresseerd. En die had wel zin om. Uh, een filmpje te komen kijken. of uit eten te gaan. of uh, dat soort dingen. Ja. Een beetje te kletsen. Zo. En het, was, het, het contact was wel leuk. En ze vertelde allemaal dingen over de werk. En ik vertelde over mijn werk. En ze was geïnteresseerd in mij. En lalala. En ik had duidelijk tegen haar gezegd van ja, alles is leuk en wel, maar ik ben niet op zoek naar een vaste relatie. Ik hoef om die reden ook niet per se seks met jou. We kunnen gewoon doorgaan, vriendje en vriendinnetje blijven zoals we vrienden en vrienden zijn. En we kunnen best heel veel dingen samen doen, een stedentripje maken, naar de sauna gaan, dat maakt me allemaal geen donder uit. Maar seks is niet... Een noodzaak. Het mag wel. Hè? Maar het gaat er niet vanuit dat ik een monogame relatie wil. En om die reden is seks dus ook geen uh, pre- of zo. Maar we kunnen het doen. Ja, er zijn ook mensen die gaan naar de parenclub. en die hebben ook seks met Jan en alle Niet dat dat een goede houding was voor mij, maar zo dacht ik erover. En. Terughoudend dus, En ik heb er nooit op aangedrongen, met geen één van die vrouwen. En zoveel vrouwen had ik nog ook niet, dus hij was ongeveer de derde. En zij zei, ze, ja, ja. Nou, na een tijdje kwam ze erachter dat ze toch wel graag met mij verder wilde. En toen begon ze erover dat ze toch een vaste relatie wilde met mij. Toen zei ik, nou, dat wil ik niet. Dan nou, zegt ze, maar waarom dan niet? Ik nou, ik ben uh, bestode en het is alleen maar heel vervelend geweest. Ja, zei ze. Maar dan, dan scheer je mij over kan kam met al die andere vrouwen. En bijvoorbeeld uh, vreemd gaan of zo. Nou, dat zou ik nooit doen. Want ik, uh, ik ben echt. Ik, vroeger heb ik dat soort dingen wel gedaan hoor. Maar dat doe ik tegenwoordig echt niet meer. Want er komt er alleen maar ellende van. En dat is allemaal. Nee, dat doe ik echt niet meer. Daar hoef je echt niet bang voor te zijn. En ik wil alleen maar bij jou zijn. En ik zal heel goed zijn voor jou. En dan ging ze huilen. Letterlijk zat ze bij mij op de bank. Ze voelde zich zo benadeeld dat ik haar over één kam scheerde met al die andere vrouwen die vreemd gingen. Want zo was zij toch echt niet. Nee. Maar op het moment dat zij in tranen uitbarstte bij mij op de bank, had ze een vaste relatie met een andere man. En tegen die man heeft ze verteld dat ze met mij uh, een open relatie had... want ik had allemaal andere vrouwen. Dus hij hoefde zich nergens zorgen over te maken. Ik was alleen maar voor erbij. En vormde geen bedreiging voor de relatie die ze met hem had. En natuurlijk had ze zich daarbij beseffen... ja, hoe ga ik dat later Perry duidelijk maken? Maar dit soort vrouwen die hebben zo'n moraal in de zin van... ach, dat zien we dan wel... Ja, daar lullen we ons straks wel uit, hoor. Eerst maar eens even scoren. Nou. En het is een drama geworden, jongen. Dat kent zijn weerga niet. En het vervelende is: eh, al die leugens van haar, die zijn natuurlijk uitgekomen. Maar een aantal leugens zijn pas uitgekomen nadat ik gescheiden was. Bijvoorbeeld dat ze tegen hem had verteld dat ik allemaal andere vrouwen had. Dat tegen die andere vriend die zat, die vaste vriend. Dat ze tegen hem had verteld dat ik allemaal andere vrouwen had. Dat heb ik pas te horen gekregen van die vriend toen ik al gescheiden was. Dat was dus eventjes elf, twaalf jaar later. Dat heeft twaalf jaar geduurd voordat die leugen naar boven kwam. Dat zijn geen leuke dingen. Nou, en ik heb... In 2011 heb ik... Ik ben, ja, ik ben dus zo ontzettend besodemieterd. Om nog even te vertellen wat er ook gebeurde. Mijn dochter ging ze verwaarlozen en mishandelen. Nou, ik weet niet of jij kinderen hebt, maar als jouw kind wordt gekwetst... Dan krijg je daar een enorme bak negatieve emoties bij. En je bent in staat om zo iemand die dat doet, om die wat aan te doen. En als dat iemand betreft uit de buurt, of dat het een wild vreemde is, dan kan je die persoon ook dan wat daadwerkelijk wat aandoen. Dan sla je bijvoorbeeld voor zijn bek, of je geeft zo'n trut een trap voor de kont. Of je gaat naar de politie, of je gaat naar jeugdbescherming. Maar als het de moeder is van je kind... kan ik je nu al verklappen... dan moet jij als vader je mond houden. Dus je eigen vlees en bloed wordt mishandeld en verwaarloosd... en jij dient daar niente, nada, nothing van te zeggen. Zilch. Mondje dicht. Want als jij op gaat spelen... Dan veroorzaak je een rel. En dat is niet bevorderlijk voor je kind. Nou, ik heb in 2012, uh, of in 2011, 2012 heb ik alles wat die vrouw heeft uitgespookt. dat heb ik opgeschreven. En daar heb ik heel erg mijn best op gedaan. Het is een sleutelroman geworden. Dat betekent dat alle namen zijn vervangen door fictieve namen, namen van personen en namen van locaties en zo. En ik heb heel erg gewerkt aan de schrijfstijl: dus mooie korte zinnetjes en eenvoudig woordgebruik. Dat vind ik een mooie stijl, daar blijf ik ook bij, ik ga dat ook nooit meer veranderen. Want ik ben, ik schrijf al. Nou, sinds mijn twintigste niet heel veel. Dit boekje is mijn eerste serieuze boekje van 140 pagina's. Ik heb nog nooit zoveel geschreven. En ik ben nu bezig met mijn tweede boekje. En dat wordt een boekje van precies 64 pagina's. Dat wordt ook heel leuk. Maar dat gaat meer over mezelf en, uh, en grappige dingen. Dat wordt heel erg leuk. Maar dat zit nog in de pen, dat komt er nog aan. Maar deze is dan geschreven en in 2012. Toen heb ik dat manuscript aan Wim, mijn vriend Wim, Wim Kruidertuin laten lezen. En die zei, nou, dat is best aardig, best goed geschreven. Dus... Hij houdt ook van schrijven, hij houdt ook van lezen. En Wim heeft toen aangeboden om alles in boekvorm te maken. Want hij kan dat met lijmen en toestanden. Nou, hij we dus dat drukwerk laten doen door, de... of zelf gedaan met de copy shop. Dat is best heel ingewikkeld hoor. Um, het uh, is dus een boekje geworden op A5-formaat. En om dat dan even uit te kopiëren, de printmachine, dan ben je wel even aan het puzzelen. Maar Wim wist precies hoe dat moest. En, uh, op een... ah, we hebben dat samen gedaan en hij heeft het lijnwerk gedaan en het buitenwerk gemaakt. En dat is echt hartstikke mooi geworden. En dat zijn tien, vijftien exemplaren heeft hij gemaakt. En die heb ik uitgedeeld aan mijn familieleden. Niet allemaal, ik heb een paar zelf gehouden en Wim heeft er één gehouden. En toen ik die boekjes had uitgedeeld aan mijn familie, toen was de. Uh, de ja, twee mensen die, twee, drie mensen, die reageerden positief. In de zin van mooi geschreven en jeetje, wat is het erg, zeg? wat er toen allemaal gebeurd is. Dat wisten wij niet. Nee, want zo'n vrouw die gaat tekeer achter gesloten deuren... en die houdt naar buiten toe, daar houdt ze een façade op. Met uh, make-up, letterlijk, en de haar goed... en een leuk jurkje aan en een leuke schoentjes. En niemand ziet dat de woning één grote puinhoop is. Omdat ze helemaal niet schoonmaakt, bijvoorbeeld. En niemand weet dat terwijl ze aan de ene kant helemaal niet schoonmaakt, dat ze aan de andere kant uh, mij loopt uit te schelden dat ik niet schoonmaak. Met het kind erbij, hè. Dus dat kind dat is opgevoed met het idee van: ja, papa doet altijd alles fout. Papa is helemaal geen goede man voor mijn moeder, want mijn moeder wordt er helemaal gek van. Zo slecht is papa. Dat krijg je dus ook nog een keer. Dat is geen makkelijke situatie voor een mens om in te opereren. En je mag er niks van zeggen. Want dan krijg je een heel veel oppositie. Dus op, toen ik dat boekje aan mijn familieleden gaf... toen reageerde mijn moeder van... Uh, nou, ik heb dat boek niet uitgelezen, want ik vond het zo'n vervelend klote boek. Oh, nou zeg, ik vind het echt wansaldig dat je dat geschreven hebt. Blah. En mijn zus, aan. Ditter... Wat een gezeur. Jullie pasten gewoon niet bij elkaar, zei mijn zus. Jullie pasten gewoon weg niet bij elkaar. Dat was het, meer was er niet aan de hand. Die vrouwen hebben helemaal geen oog voor het feit dat mijn kind mishandeld en verwaarloosd werd door haar eigen moeder. Kijk, en daar gaat het om. En dat is een grondig mis in deze maatschappij. Vrouwen zijn asociale monsters. De vrouwen in mijn omgeving. En je gaat mij niet vertellen dat ik mijn zus en mijn moeder heb uitgezocht. Die heb ik gewoon gekregen. En dat zijn asociale monsters. Die hebben er helemaal geen moeite mee dat een moeder haar kind mishandelt en verwaarloost. Die hebben er wel moeite mee als iemand dat aan de orde stelt. En die wordt dan zwart gemaakt. Nou, ik vind dat uh, randdebiele gedrag. Ik heb er helemaal geen enkel goed woord voor over. Ik zou ook niet kunnen verzinnen hoe iemand als jij die hiernaar luistert, hoe iemand uh, als een, hoe een ander mens dit goed zou kunnen praten. Om, om toe te lichten, het gaat er niet over het boek... maar ik heb met mijn moeder gesproken begin dit jaar... want ik heb heel veel alcohol gedronken uit frustratie... over de hele situatie. En... ik ben ermee gestopt. Omdat ik denk, op dat moment, ja, ik vond het ook genoeg geweest. Oké, okay, nou is het klaar en uh, ik ga het leven nuchter onder ogen zien. Ja, weer iets wat anders. Kom, ik ga wat anders doen. Hè? Een nieuwe uitdaging... En ik ben van de een op de andere dag gestopt met wiet en alcohol. En ik had toen nog een half pakje check. En dat heb ik nog opgerookt. Want ik vond het zonde om het weg te gooien. En toen dat pakje check op was, toen was het op met roken ook. Dus... Ja, je neemt een beslissing of uh, je neemt hem niet. Snap je? Ik, uh, ik ben niet van die half, half, uh, zachte, heel meestal stinkende wonden toestanden. ...had ik mijn moeder gebeld en tegen mijn moeder gezegd van... mam, uh, ik heb nogal veel gesopen de laatste tijd en uh, nu ben ik daarmee gestopt... ...en ik bel je even op om je te vertellen dat ik zoveel dronk omdat ik gefrustreerd was. Dat is geen excuus natuurlijk, maar dat was wel de reden. Ja. En die reden was dat ik gefrustreerd was en ik was onder andere gefrustreerd... ...over jouw houding naar je kleindochter toe, te weten mijn dochter... En jij hebt geen vinger uitgestoken naar dat kindermisbruik en kindermishandeling, kinderverwaarlozing. Waarop mijn moeder zei: Van ja, maar dat wist ik helemaal niet. Ik zei: Nou, ik heb jou dat boek gegeven, daar stond het allemaal in. Oh, zei mijn moeder. Maar dat vond ik zo'n negatief boek, dat heb ik niet gelezen hoor. En even later, nadat ik dat gesprek had gehad met mijn moeder en dat ik tegen haar gezegd had van, nou, ik was gefrustreerd, maar ik ben het niet meer. Ik heb het geaccepteerd dat jij zo bent, dat je dat gedaan hebt. En wat mij betreft, laten we de zaak hier verder maar bij rusten. Dus uh, uh, impliciet heb ik gezegd, ik heb het je vergeven. En ja, dat betekent niet dat ik het niet gedaan heb, maar het is niet meer iets wat speelt tussen jou en mij. Het is iets wat speelt tussen jou en, en God. Of het universum. Uh, de meester van het karma, uh, zeg het maar. Niet meer tussen mij en mijn moeder. De, die zaak is opgeruimd. Anyway, een tijdje daarna zie ik dat mijn moeder via Facebook een of andere jolige tekst schrijft aan de moeder van mijn kind alsof er niets aan de hand is. Ja? Dus dat boek wilde ze niet lezen. Uh, ik heb tegen mijn moeder gezegd dat ik ze ontzettend veel gesopen heb... vanwege haar uh, de andere kant uitkijken en doen alsof de neus bloedt. Uh, van de verwaarlozing en mishandeling van mijn dochter. En dan uh, nog een maand later... Uh, heeft ze zin om de moeder van mijn kind... een vrolijk bericht te sturen over Facebook. Van, wat gaat het er goed allemaal met ons? Ja, ja. En tijdens het gesprek met mijn moeder... toen had ik het er ook over dat ik al een hele tijd... geen contact meer had met mijn zus. En dat wist mijn moeder helemaal niet. Nou, had ik het ook verder nooit tegen haar gezegd. Ik zei, nou, maar ik, ik bel dus... Ik belde mijn zus niet op. Dat ga ik ook helemaal niet doen. Ik heb er helemaal geen zin meer in. En ik noemde als voorbeeld een of andere scheldpartij die zij geuit had naar een kennis van mij. En dat is een eerbiedwaardige man. En die man is inmiddels met pensioen. En dat is een hele goede vormgever, een grafisch vormgever. En die wilde haar website wel even gaan vormgeven: een vormgeving ontwerpen. Grafisch ontwerper is die man. De hele leven heeft hij in die business gewerkt, eigen bedrijf gehad. Echt een grote jongen. En hij wilde dat doen. Voor niks. Gratis. Maar die man die kon op een bepaalde dag niet. Want het weer was heel erg slecht. En hij zou helemaal naar Haarlem moeten. Want zij, dat was ook nog zo, zij vertikte het om bij die man op bezoek te gaan. Hè? Die man die zou gratis voor haar die website gaan ontwerpen. Maar zij wilde niet de moeite nemen om uit haar werk eventjes een klein stukje om te rijden met de tram. en even bij hem langs te gaan. Nee. Hij moest helemaal vanuit Amsterdam naar Haarlem komen. Terwijl ze werkt, ze werkt in Amsterdam. Dus zij kon makkelijk na haar werk even de tram pakken naar het Amstelstation of de metro. De beide zo. So. Nee, dat was haar te veel moeite. Die man die moest maar helemaal naar Haarlem komen, naar haar toe. Snap je hoe vrouwen in elkaar zitten? Dat is echt verschrikkelijk. Nou, en toen kon die man... Dat was heel erg slecht weer. Het was ergens in februari. En die dag waren er allemaal treinen uitgevallen... en bussen uitgevallen en trams die niet reden. En die man zei... Nou, morgen ga ik niet naar Haarlem. Want het weer is net zo slecht als vandaag... en straks zit ik vast. Daar heb ik geen zin in. Het was een man van in de zeventig. En mijn zus die werd kwaad, jongen... toen ik haar dat door me gaf van dat die man niet zou komen. En ze zei, nou, die knul, die, uh, die komt maar. Dan denk ik, ja, zo heb je het niet over uh, een relatie van mij. Want die man die deed het gratis voor haar. Want het is een zakenrelatie van mij... die ik op dat moment al 30 jaar had. Ja, en die een man een beetje lopen uitmaken voor die knul... terwijl je het hebt over een professionele vormgever... die iets wil doen voor jou, voor niets... Zo iemand kost als je een professioneel in wilde huren, dat gaat richting de 80 euro per uur. Maar daar heeft mijn zus geen geld voor. En ik vertelde dat aan mijn moeder en het eerste wat mijn moeder zei: ja, maar wist zij dan wel dat het ging om een man die met pensioen is? Dus het eerste wat vrouwen doen is elkaar dekken. Dat is wat ik heb meegemaakt. En ik zei ik tegen mijn moeder. Ja, nou, uh, ik heb haar duidelijk gemaakt dat het ging om een ervaren vormgever. Ja, zei mijn moeder. Maar heb je dat wel duidelijk genoeg gemaakt dat het echt ging om een ervaren vormgever? Ja, tuurlijk. Het is mijn schuld, natuurlijk, dat mijn zus zo uitvalt. Tuurlijk is het mijn schuld, want het is altijd de schuld van een man dat is wat ik opmerk in de maatschappij. Nou, en ik had dus gisteren de zus van mijn vader aan de lijn... en die begonnen dus ook over van... Eh, ja, maar uh, ja, dat verhaal dat is eigenlijk wel alleen maar van jouw kant, hè? Ja, en dan geef ik jou even te denken... als de situatie omgekeerd was en het was de vader geweest die zich misdragen had met dingen zoals uh, geweld. Want zij heeft zich ook te buiten gegaan aan geweld. Ze heeft ook geslagen. Bij de relatietherapeut heeft ze mij tot drie keer willen aanvliegen. Uh, ze heeft tegen me gelogen. Ze is vreemd gegaan. En ze heeft dus dingen gedaan als niet op afspraken komen. Oh, ze bleven rustig nachten weg. En dan werd het, uh, werden we s morgens wakker, ik en mijn kind. En mijn kind dan in een eigen bed natuurlijk. En dan het kind helemaal in paniek van... waar is mama, waar is mama? Als het kind was vijf. Kind helemaal in paniek. En ik zo. Ja, ik weet ook niet waar mama is. En stel ik had dat geflikt. En zij had daar een boek over geschreven. Had er dan iemand gezegd tegen haar. Van ja, maar het is alleen maar van jouw kant hoor. Uh, en hoe zit het dan met Perry zijn verhaal? Snap je dus als een vrouw zomaar een nacht wegblijft. om die door te brengen met een andere man. Dan wordt het voor mogelijk gehouden dat die vrouw dat doet als een soort noodsprong, omdat die man dat mogelijk haar. Uh, ja, die man heeft haar gedwongen. Door het wangedrag. Daar moet die vrouw dan wel een geldige reden voor hebben, hoor. Want een vrouw doet dat niet zomaar. Maar doe je dat als kerel? Dan wordt er helemaal niet gezegd van, oh, het oh, erg dat die man dat zo doet. Oh, die man had een andere vriendin Nou, dan moet die vrouw toch wel wat gedaan hebben, hoor. Nee, helemaal niet, man. Ga er we weg. Nee, als ik de kwaaienpier was geweest, had ik mijn hele familie over me heen gekregen. Nu is mijn vrouw de pier. Dan krijgt ze een leuk Facebook berichtje van mijn moeder. Hallo, gaat het met je? Nou, hier gaat alles goed hoor. Fijne verjaardag. Nee, ik ben erachter. Nou, en toen. Had ik dus de, die zus van mijn moeder, of van mijn vader aan de lijn. Die dus ook niet mee wilde werken aan het e-mailadres verstrekken. En dan heb ik nog een aantal dingen meer verteld. Van nou, dat heeft ze ook gedaan. En dat heeft ze ook gedaan. En maar die was er dus ook, die zei van ja, het is alleen maar jouw kant van het verhaal. Hoe zit het met haar kant van het verhaal dan? Nou, dan heb ik dus verteld dat zij, dus op het moment dat ze mij leerde kennen, tegen mij had gezegd dat ze vrijgezel was en dat ze op dat moment aan het liegen was. Ze ja. En uh, wat kan ik dan nog fout hebben gedaan? Dat is het begin van een relatie op basis van een leugen en die leugen die komt van haar. En hoe kan die leugen van haar nu mijn schuld zijn geweest? Nou, dat moest dan de zus van mijn vader toegeven. Daar ze ja, daar kon jij dus echt niks aan doen. En als je zoiets doet, zei ik ze ook tegen haar, dat is een grof misdrijf. Dit zijn geen geintjes. Zeker als ik duidelijk heb gemaakt dat ik mijn buik helemaal vol had van overspel. En dan gaat zo iemand, middels een leugen, mij betrekken, toch in overspel. Want daar lul ik me straks wel uit. Ik vertel hem wel de details als we een keer een paar stappen verder zijn en dat hij niet meer terug kan. Nou, toen zei de zus van mijn vader... nou ja, oké, okay, dan, ja, nou, dan mag je mijn naam toch ook wel op de lijst zetten. En ze zei ook dan tegen mij... ik zal je moeder niet bellen en je zus ook niet bellen... want uh, die, daar krijg je alleen maar gesodemieter mee. Leuke rel, hè, in je familie. <laughs> Het maakt wat duidelijk. Het maakt duidelijk dat er iets ernstigs aan de hand is met vrouwen... Dit staat niet op zichzelf. Ook in het boekje zal je de voorbeelden zien van andere vrouwen. Want van de vrouwen die ik heb meegemaakt in die opvoeding van mijn kind. En natuurlijk ontmoet je dan heel veel andere vrouwen. Want je kind heeft ook vriendjes en vriendinnetjes en die hebben ook allemaal moeders. Heel veel alleenstaande moeders. Wat denk je dat de moraal is van dat tuig? Dat is echt, dat is om je reet mee af te vegen. Regelrecht crimineel. Dat was na de scheiding, dat was zo'n alleenstaande moeder. Die had dus de, de vader van haar dochter de deur uitgetrapt. Uh, nou je kent het wel, als een verschrikkelijk mens. En uh, haar kind moest dan. En als het een probleem was, moest werken. En ja, wie zou dan het kind van school halen? En ze hadden iets geregeld met de buitenschoolse opvang. Maar dat kon niet elke dag, want daar had ze geen geld voor. Dus of ik dan haar kind op maandag van school mee naar huis zou willen nemen? Nou, ja, dat is dus goed. Het was het beste vriendinnetje van mijn dochter. En die kennen elkaar nog steeds heel goed. Dus ik zei, ja, dat is goed, joh. En dan neem ik haar kind mee naar huis. En ik ben gescheiden toen mijn dochter in groep 5, nee, groep 7 zat. Ja? En ja, dan heb ik dus. En, en dan heb ik nog groep 8. Dus, dus in mijn anderhalf schooljaar heb ik dat kind elke maandag mee naar huis genomen. Dus dat is bij elkaar. Pak een beet. Vijftig keer. Nou moest ik mijn dochter ook van school halen, dus nou, dat is dan niet zoveel werk, hè? Dat is normaal. Maar, ik moest haar dochter ook te eten geven. En dan kun jij zeggen, ja, als je voor twee personen moet koken, dan kun je toch ook voor drie personen koken? Ja, dat is ook zo. Maar haar dochter hield bijvoorbeeld heel graag van lamskoteletjes. Ja, die liggen hier niet in de supermarkt en daarvoor moest ik dan lopen, anderhalf kilometer lopen... naar de islamitische slagen en daar haalde ik lamskoteletjes. Dat doe ik allemaal met heel veel liefde en plezier. Dat, maar dan gaan we even kijken naar de kosten. Krijg zo'n kindje, neem je mee naar huis... en mijn dochter kreeg altijd iets als een tosti... en dan een lekker glas, lekkere vruchtensap... Ik ik kocht een kwaliteitsvruchtensap voor mijn dochter. En eh, ja, je wilt toch het allerbeste doen voor je kind. Dan kreeg haar kind ook een lekker glas vruchtensap. Van de Cool Best of zo. En dat kost niet een dubbeltje voor een liter, snap je? Nou, en alles bij elkaar, met dat warm eten erbij en een toetje. Een toetje, dat, dat kocht niet van hele dure toetjes, maar een toetje kost je toch een euro. 80 cent. Zo, dat dus van die bekertjes met... Uh, uh, chocolademeuk en slagroom en wat vruchtjes erin of zo. Of iets met een ijsje. Zeg maar, van die Magnums of zo. Wat kost een Magnum? Ja, niet een dubbeltje, snap je? Al met al, uh, dat haar dochter bij mij over de vloer elke maandag. Dat kostte mij per week, per maandag, zeg maar 5 euro. Nou, dat keer 50, dat is 250 euro. Nooit heeft die vrouw tegen mij gezegd: van uh, hier heb je 50 euro. Als bijdrage in de kosten voor het feit dat mijn kind hier iedere maandag eet. Nooit. Nooit heeft die vrouw tegen mij gezegd: uh, hier heb je een fles whisky. Of een tientje wiet. Of een doos sigaren. Of een boekenbom. Ook ze werkt in een boekhandel, dus ze kan toch een boekenbon kopen, komen? heeft een korting daar of niet? Nooit. Wat ze ook nooit heeft gezegd is dank je wel. Nee, als zij uh, van de werk terugkwam. Dan kwam ze binnen en dan was het van, uh, oh ja, nou, daar is mijn kind. Ja. Uh, ja, ga je jas maar aantrekken. Ja, heb je al je spullen? Ja, en heb je je tas? Zit er alles in? Ja, oké, okay, nou, wij gaan. Doei. Denk vrouwen hem echt dat dat mag? Ja, ik laat maar even een pauze vallen. Maar je gaat mij niet vertellen dat ik de moeder van de beste vriendin van mijn kind dat ik die moeder heb uitgezocht, He, Dat het allemaal komt door mij. Van ja, Perry trekt hele vervelende vrouwen aan. Nee, hoe kom je erbij? Nee, het stikt hier in Nederland van dat soort vrouwen. En wie zegt er wat van? Nou, niemand behalve ik op dit moment. En als je dat dus doet, dan krijg je een rel in je familie. Van de vrouwen. Natuurlijk. Want Die zijn. Oh, 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 hij, hij, hij zit ze extra te maken. Oh, dat kan niet. Ik heb mijn dochter. Want daar speelt natuurlijk wel. Ik wil niet dat mijn dochter er de dupe van wordt. Nou, en mijn dochter die heeft uh, die, die is niet helemaal. Uh, ja, die heeft wel zoiets van: oh jee, oh jee, oh jee, want die voelt erbij al langer. Want de moeder, er is inmiddels ook wel achter. Mijn dochter was ongelooflijk idolaat Idolaat van haar moeder. Een mama voor, en mama na. Ja, inmiddels is dat wat aan het veranderen. Ik hoor niet meer de hele tijd van die uh, lovende hosanna-verhalen over haar moeder. Wat die moeder nou voor iets fantastisch heeft gedaan. Daar ben ik wel blij mee. En zij voelt ook wel dat. Uh, ja. Dat die moeder dus haar zou kunnen gaan uithoren over wat er allemaal te komen staat. Mijn, moeder, mijn dochter komt morgen eten en dan zal ik het even in het kort tegen haar vertellen. Ze zei tegen mij dus: van, Vertel me dan nou maar verder met niks meer over het boek. Dan kan ik me ook niet verspreken tegen mama. En dan kan ik ook tegen mama zeggen: Ik weet er verder niks van zonder dat ik lieg. Ze zei ook zoiets van: Vertel me nou geen dingen waardoor ik gedwongen word om te liegen tegen mama. Dat heeft ze letterlijk gezegd. Want in die rol wil ik niet. Nou, dat, dat respecteer ik. En, uh, en morgen zal ik wel tegen mijn kind zeggen... waarna maak je me nou maar nergens druk over... want het heeft al op Facebook gestaan. En dat heeft die moeder ongetwijfeld voorbij zien komen. En reacties gekregen hier op Facebook... Ja, hartstikke leuk. Dat vind ik uh, hartstikke tof. Veel meer dan ik gedacht had. Echt veel meer. En ook heel leuk was... Ik stuurde er ook eentje naar. Uh, een kennis van mij. Ja, ik zou zo graag de naam willen noemen, maar dat doe ik nu maar even niet. <laughs> maar echt, dat is echt een vriendin van mij. Dat is een toffe vrouw. Dat is een toffe vrouw. Is, uh, die heeft Joods bloed. Misschien dat het daardoor komt... En die, die vroeg ik dus van, uh, wil jij op de lijst? Ja, dat, dat was natuurlijk gelijk goed. En dan kreeg ik van haar ook vier e-mailadressen. Van, nou, ah, dan mag je deze er ook op zetten, die er ook op zetten, en die er ook op zetten. Ik zei, nou, dankjewel. Ik kreeg nog een mailtje van haar terug. Ze zei, ja, heb je er wel genoeg? Want anders heb ik nog wel zo'n e-maillist van mensen. En die sturen hele vervelende mails in de ronde. Dat noemt ze dan uh, complotidioten. Die, allemaal, die mensen die allemaal roepen: van, er is een complot. Ja, er is een complot, dat weet ik ook wel. En er zijn mensen, en dat zijn regelrechte complotidioten. En daar houdt zij niet van. En ik ook niet. Ja. We blijven wel een beetje normaal. Ja. Dus ik heb al die lijst van die complotidioten. er zijn er een hele hoop. En uh, zij heeft die hele lijst, al die mensen, heeft ze al geblokkeerd. Dus zij krijgt geen mails meer van die lui. Want ze heeft er schoon en schoon genoeg van. Van die complotidioten. Maar zei ze die, die adressen mag je hebben als je wil. Ik zei, nou, is goed. Ze zei, maar ze mogen niet weten dat het van mij komt. Ik zei, nou, dan maak ik niet, ja, dat maakt niet uit. Ja, daar zal ik wel voor zorgen. Dus ik heb die hele uh, lijst heb ik gemaild. En nekjes haar buiten beeld gehouden natuurlijk. En daar kreeg ik één reactie op van iemand en die zei, wat is dit? Uh, zie ik een beetje? Dat bedoel ik niet. En, uh, dit is spam. En, en dan was ik boos. En ik die man gerustgesteld van, ah, dit is maar één keer en voor de rest echt niet hoor. Want die uitgever die wil dat ik toestemming heb. Dus het enige is je, of je toestemming wil geven en als dat niet is, dan niet. Ja, dan gebeurt er verder helemaal niks. Ja, maar dan moet je wel mijn adres weggooien. Ja, dat hele beuk gooi ik weg. Ja, maar dan moet je wel iedereen uh, in de BCC een mail sturen dat je het adres weg gaat gooien. Dat had ik, ja, morgen brengen sukkel. Die hele adreslijst, die hele e-mailadreslijst, die ligt al op straat. Dus, kom op. Ik gooi hem weg, ik doe er verder helemaal niks meer mee. Maar het leuke was, uit die lijst, uh, twee, drie of vier mensen, zoiets, die erop reageerden. En die zeiden, oh, komt je boek uit? Nou, zet mij maar op de lijst. Kijk, dat is leuk. En allerlei mensen die ik heel lang niet gesproken had, die kwamen uh, zeggen, oh, oh, ik wil ook wel op de lijst. Ja, dat wordt superleuk. Dus, uh, eind februari komt het boek uit, Condeo uh, Verlente. En het aantal uh, stijlfouten wat erin zit. Typfouten zaten er niet in. Maar wat woordjes. Die, uh, ja, en het gebruik van dubbele quotes zat iets niet goed. En hmm. daar komen we wel uit ze hadden er ook bij gezegd van nou, ah, deze foutjes in je manuscript zijn ja, dermate klein. Uh, daar kom je zelf wel uit. En ze gaven ook aan dat in sommige manuscripten zaten zoveel fouten dat ze dan adviseren om te gaan werken met een corrector. Een corrector, hè? en die moet je dan zelf betalen. Of dat er gezegd wordt van nou, ah, haal er iemand bij. Want ze gaan zelf niet corrigeren bij die uitgever. Dat vind ik ook wel terecht. Dat is niet de taak van de uitgeverij. Ja, leuk hè? Ja, ik ben hartstikke benieuwd wat de reacties gaan worden van al die andere mensen. En de, de titel die staat dus nu onder, uh, onder vuur. Want ik had dus verzonnen als titel: Een criminele vrouw en de tranen van hun dochter. En dat klopt natuurlijk Nederlandstalig niet als je denkt dat je het hebt over vrouw in de zin van vrouw. Van, uh, ja, je hebt dus mannen en je hebt vrouwen. En één van de groep uit vrouwen, die noem je vrouw. Want daar loopt een vrouw. Of daar loopt een vrouw met een strafblad. Maar als je het hebt over een criminele vrouw en de tranen van hun dochter. Dan kan je dus niet zeggen, dan moet je zeggen een criminele vrouw en de tranen van haar dochter. En ik dus uitgelegd, ja, dat is eigenlijk een taalgrapje wat erin zit. Want ik bedoel dan vrouw in de zin van echtgenoten. Want dat is ook vrouw. Hè? Dus je zeggen, dat is mijn vrouw. Hè? Dus de titel wordt veranderd. Dat taalgrapje, dat snappen ze niet bij de uitgever. Ja, als ze bij de uitgeverij al niet snappen, dan moet je dat denk ik niet aan het Nederlandse volk uh, presenteren op die manier. Dus het wordt dan waarschijnlijk een criminele echtgenote en de tranen van hun dochter. Dat, dat is denk ik dan wel... Uh, hè? Dus je gaat niet zeggen een criminele echtgenote en de tranen van haar dochter. Dat kan niet. Hè? Dat moet dan wel zijn hun dochter. Dus zoiets dus wordt. Het wordt in ieder geval uh, crimineel. Dat komt erin te staan. Want dat is het. het is, dat gedrag van de moeder van mijn kind, dat is crimineel. Je wordt er dan niet voor veroordeeld door een rechter, maar dat komt door de maatschappij. En de maatschappij die. Uh, ja, als je. Noem een voorbeeld. Uh, je gaat een. Uh, je, je hebt een lapje grond. Hè? En dan ga je aardappels in uh, verbouwen. En die aardappels die ga je verkopen zet je in de krant aardappels te koop, ja, dat mag niet zomaar. En doe je dat toch zomaar, dan kun je ernstige problemen mee krijgen. Ik noem het anders. Uh, uh, je, je hebt een, een neef en die heeft een, uh, allemaal fruitbomen. Nou, en dan uh, krijg jij van die neef een ontzettende bak fruit en dan laat je dat fruit, laat je gisten. En dan ga je die gegiste producten die ga je bottelen. En dat verkoop je als uh, fruitwijn. of je gaat het destilleren. en dan noem je het. Uh, snaps of zo. En dat mag niet zomaar. Je, je doet geen vlieg kwaad. Maar dat mag niet zomaar. Dat is crimineel. Ik ken een vrouw. en die heeft familie in Joegoslavië. En die verbouwen daar tabak. Voor eigen gebruik. Nou, dan krijgt zij over de post... Uh, zo'n schoenendoos met tabak. En die rookt ze dan lekker op. Nou, zij kan ook zeggen van, tegen die neef van wassen... dan krijgt ze van, uh, nou, uh, doe we maar, maar iedere week zo'n schoenendoos. En dan verhandel ik dat hier. En jij krijgt de helft... Kijk, daar doet zo iemand geen vliegkwaad mee. Want die tabak die zij dan krijgt, dat is echte tabak-tabak. Dat, dat, dat zit geen, dat noemen ze sausen. Alle tabak hier, wordt gesausd. Dus je denkt dat je tabak zit te roken. Ja, ha, 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 er zit heel veel suiker in bijvoorbeeld. Er zitten allerlei hele rare producten in die normaal gesproken in tabak helemaal niet zitten. Dus het is best uh, goede tabak. Maar dan mag je niet zomaar verkopen op de Nederlandse markt. Nee, dat wordt gezien als crimineel. Maar er is niks mis mee. Ja, een tabaksplant groeit ook hier in Nederland groeit prima hoor. Jij kan ook in je tuin uh, zetten wat tabaksplanten neer. Uh, je doet er geen vliegkwaad mee. En dan moet je even weten hoe je die bladeren moet drogen. Maar dat leer je ook zo. Dan kan je dat zo via je internet opzoeken. Dat is allemaal crimineel. Daar ga je voor de gevangenis in. Misschien niet gelijk. Die krijgt eerst een boete opgelegd. En dat soort dingen. Maar uiteindelijk, als je maar door blijft gaan. en je betaalt je boetes niet. dan word je opgehaald met een busje. en dan ga je de gevangenis in. En dan ben jij de crimineel. Terwijl het geen, maar geen crimineel gedrag is. Dingen als. Uh, je kind laten vermoorden uh, terwijl het nog in je buik zit. Ja, dat is een moord die je laat plegen. Huh? Een kind ontstaat bij de conceptie. En, en ja, dat begint al gelijk met waarnemen en aanwezig zijn. Een bevruchte eicel is niet zomaar gelijk aan een ei wat in de supermarkt ligt. Dat is een aanwezigheidsgebeuren toestand. Dat is de mens. Uh, als één cel. En you believe me, na de conceptie, uh, ik weet niet hoeveel seconden later, heb je al twee cellen. Vier cellen, acht cellen, zestien cellen, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 5096 en dan weet ik het niet meer. <laughs> eh, maar dat, dat deelt zich voortdurend. Het groeit als een, als een speer. Uh, dan mag je niet zomaar doden. En volgens de Nederlandse wet is er pas sprake van moord als het kind één keer de vagina uitgekomen is. Dan, dan mag je het niet meer doden. Maar zolang het nog in de buik zit, mag je het legaal gesproken doden. Nou, Perry, hoor, dat, uh, dat, dat mag ook niet echt altijd hoor. Er gelden wel grenzen voor. Ja, 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 ja. Dat zijn grenzen die worden zo'n beetje ieder jaar opgerekt. Huh? Maar het is moord. Het blijft moord op een levend mens. En je kan zeggen: ja, maar zolang een mens nog afhankelijk is van de moeder, mag de moeder besluiten om het te laten vermoorden. Ja, ja, laten we dat in het wetboek van strafvroeg zeggen. Dat mensen die afhankelijk zijn van een ander mens, die mogen door dat andere mens worden vermoord. Ja, ja. Ja, dat kan natuurlijk niet, hè? Dus dat, dat kan je als argument lekker tezijde schuiven. Ja, er zijn heel veel dingen. Dat, die zijn volgens de wet niet crimineel. He, zoals abortus. Maar die zijn het wel. Of uh, Joris Demming. Die heeft seks gehad met jonge homo's. En hij vroeg niet altijd hoe oud ze waren. Dus de kans is groot mag je aannemen dat hij seks heeft gehad... met jonge homo's onder de wettelijke leeftijd. En dat wordt verder niet onderzocht. Joris Demming heeft een fijne receptie gehad bij zijn pensioen... en die zit nu ergens op Mallorca... en die gaat waarschijnlijk door met zijn lekkere homoseksuele kinderneukerijgedrag. Nou, dat is niet crimineel. Ja. Nou, zo is de moeder van mijn kind... Wettelijk gesproken geen crimineel. Maar het is ze wel. Ze heeft de boel besodemittigd. Ze heeft mij beroofd van 30.000 euro cash, minimaal. Dat is veel geld hoor, 30.000 euro. Ik heb het momenteel eventjes niet. Nee, vind je het gek? De hele scheiding heeft mij aan de rand van de financiële afgrond gebracht. De financiële afgrond als uh, beloning voor een avontuur wat begonnen is met een gore leugen over dat mevrouw echt ging voor een monogame relatie, terwijl ze een vaste relatie had. En ze niet van plan was om die vaste relatie die ze had, om die op te zeggen. Nee, ben jij gek? Ze dacht, ik heb nou één vaste relatie, straks heb ik er twee, dat is dus twee keer beuren. Dat is crimineel. Nee, niet. Maar wordt ze als zodanig gezien? Nee. Wordt ze zodanig als zodanig behandeld? Nee. Zij wordt gezien als het slachtoffer van mij, want ik heb een boek geschreven. Snap je? Kijk, dit doet me denken aan wat Benedictus, de 16e, die was voordat hij paus werd, was die kardinaal. Of bischop, en nee, ik denk kardinaal. In die dagen dat hij kardinaal was, heeft hij een stukje wetgeving geschreven. waarin staat dat als een priester zich vergrijpt aan een koorknaapje. dan is dat een zonde. En zonden, die worden je vergeven door het bloed van Christus. Want Christus is voor onze zonde gestorven aan het kruis. Dus als een priester zich vergrijpt aan een klein kind. Dan uh, lossen we dat wel op. De, zo erg is dat niet. Want Christus is gestorven voor al onze zonden. Aan het kruis. Op de. Uh, wat heet die berg ook weer? Golgotha. Heuvel. Maar. Als jij. publiek maakt dat een priester zich vergrepen heeft. Aan een klein kind. Dan is dat een misdrijf. En dan word je overgedragen aan de plaatselijke autoriteiten en mag je de gevangenis in. Dat is wat Benedictus heeft op laten schrijven of zelf heeft verzonnen in de jaren zestig van de vorige eeuw. En hetzelfde overkomt mij nu. Wat de moeder van mijn kind heeft gedaan, Ja, de kant van Piriën, want het is allemaal vanuit Piriënse gezicht, gezichtspunten dat je dan denkt: van, oh ja, maar hoe zit het dan met haar verhalen? Ja, daar horen we helemaal niks van. Hè? Nee, haar gedrag is helemaal niet belangrijk. Het gaat erom dat ik haar gedrag openbaar. Daar wordt moeilijk over gedaan. Dat zo'n vrouw dat uitspookt, oh, daar moet je niet meer over doen. Nou, daar had ze misschien wel alle reden voor hoor. Dat was ook mijn schoonmoeder. Dat was na de scheiding. De, mijn dochter heeft talent voor drummen. Dit staat niet in het boekje, by the way. Dat is pas in 2016 gebeurd. Ze heeft talent voor drummen. En haar moeder heeft haar van drumles afgehaald. Want haar moeder vond dat ze niet genoeg talent had. Mijn dochter heeft talent voor drummen. Ik kan dat weten. Ik heb namelijk muziek gemaakt vanaf mijn twaalfde jaar. Ik heb in misschien wel allebei elkaar vijftien bands gespeeld. Ik heb ik weet niet hoe vaak opgetreden. Ik heb hier een muziekverzameling van heb ik jou daar. Ik heb platen gehad in mijn leven joh, erg meer dan honderd. Ik weet waar ik het over heb. Mijn dochter kan lekker drummen. In de stijl van de drummer van de Rolling Stones. Gewoon Zo zo'n steady. Uh... Maar ook kan ze heel goed uh, muzikaal drummen. Zachtjes drummen, hard drummen. Uh, hartstikke leuk. Ze werd van drumles afgehaald door de moeder. Want de moeder zag dat dat kind zich aan het ontwikkelen was. En ze dacht: ho, 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 dit gaat niet door. Dit gaan we even blokkeren. Dat vertel ik aan mijn schoonmoeder. Van, weet je wel dat jouw dochter jouw kleinkind van drummen heeft afgehaald? En het eerste wat mijn schoonmoeder zei was: oh. Maar daar had mijn dochter vast een hele goede reden voor. Ik zei ook ja, en ze koopt geen zomerschoenen voor jouw kleinkind. Oh, zei mijn schoonmoeder. Nou, dat zal vast een hele goede reden voor zijn geweest, hoor, dat ze geen zomerschoenen koopt voor de eigen kind. Want een moeder zorgt altijd goed voor haar kind. Nou, ik ga er zwaar van over mijn nek. Nou, dit is dus de rel in mijn familie. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is geworden hoe het in elkaar zit. En ik hoop dat mensen die de moeder van mijn kind kennen, dat die dat boek ook gaan lezen. En ik hoop uiteindelijk dat de moeder van mijn kind dat boek ook gaat lezen en dat zij komt tot berouw. En dat zij Christus gaat vragen om vergeving voor haar zonde. En dat zij gaat accepteren dat Christus is gestorven voor haar zonde aan het kruis in Golgotha. Maar dat gaat ze zelf vragen aan Christus. En zij gaat dat accepteren. Zij gaat zeggen, Christus, ik accepteer dat u gestorven bent voor mijn zonde aan het kruis te Golgotha. Ja, Daar sta ik verder helemaal buiten. Dat is iets tussen haar en Christus. Zij gaat berouw tonen of ze gaat naar de hel. Dit is geen bedreiging of zo. Dit is hoe het is. Want hier komt zij niet mee weg. Je mag je kind niet verwaarlozen en mishandelen en doen alsof het allemaal geweldig is. Punt. Dan heeft ze gewoon toevallig de verkeerde man getroffen. Want ik accepteer het niet. Misschien andere mannen wel. Misschien dat andere mannen wel zoiets hebben. van ja, sommige vrouwen die doen lief tegen hun kinderen. En andere vrouwen. Zoals mijn zusters zeiden. van ja, kijk, uh, jullie pasten niet bij elkaar. Waarmee mijn zusters bedoeld. van kijk, jij bent zo iemand. en je zorgt voor je kind. en je geeft dat alles wat je maar kan. En iemand anders, ja, die zit heel anders in elkaar. Die beperkt zijn eigen kind. Die, als het kind wat wil, wat wil ontwikkelen, een talent heeft, dan, gaat die, dan gaan ze dat juist verbieden. En dan krijg je geen nieuwe bril. Ook dat, een nieuwe bril bij op de opticien halen, ben jij maf. Uitstellen zolang het kan. Ja, ze hebben een dochter, of hij, mijn zus. Ja, de, de, de sommige mensen zijn gewoon dat soort ouders, dus jullie pasten niet bij elkaar. En dat het ging om kindermishandeling en kinderverwaarlozing, dat doet mijn zus helemaal niet aan. Dat interesseert er helemaal niks. Ja, weet je ook hoe mijn zus in elkaar zit. Ja. Dan weet je gelijk hoe de maatschappij in elkaar zit als je het hebt over vrouwen. En daarmee gelukkig niet alle vrouwen, want die vriendin die ik heb uit Amsterdam. Dat, dat, is, dat is wel een. Uh, ja, dat is gewoon een tof wijf. Dan mag je ook tegen zeggen van ik vind jou een tof wijf. Dan is het nog even voelt een voelstelsel compliment. En zo ken ik er wel meer. Gewoon oh, een toffe wijf. Dat zijn vrouwen waar je wat aan hebt, daar kan je een afspraak mee maken. Maar dat is niet de meerderheid. Alsjeblieft. En op zijn hamburg zeg ik. Uh, <laughs> vol verwachting klopt mijn hart. <laughs> op zijn hamburg zeg ik tegen jullie. Tjus. En dag lieverds.